En we zijn, als het goed is, live. Welkom, dames en heren, bij mijn online boekpresentatie hier op deze hele mooie plek. Tof dat je erbij bent en ja, gaaf dat je inzoomt. Uh, laat even weten, als eerste, want daar ben ik heel erg nieuwsgierig gaat naar. Horen jullie mij goed? Verstaan jullie mij goed? Want dat is belangrijk. Dus laat even een reactie achter in de comments. En um, wat ik ook sowieso nieuwsgierig naar ben, waar woon je ergens? Want ik vind het altijd super tof om te weten van waar jullie vandaan deze livestream bekijken. Dus laat ook even achter in welke omgeving jij woont. Want dat geeft mij misschien weer meer inspiratie om mooie fietstochten te maken. Dus laat even weten. Um, en dan even praktisch. Ik zei het al in de voorbereiding: zet je wandelschoenen klaar. Fietschoenen, hardloopschoenen, maakt niet uit wat. Maar wat ik zou zeggen, ga naar buiten. Kom in beweging. Dat is wat we vandaag gaan doen. We gaan letterlijk en figuurlijk in beweging komen. Dus doe oordopjes in en ga naar buiten. Dus oh, ik hoor zie allemaal berichtjes binnenkomen ik heb hier. Mijn telefoon nog even in de hand. Uh, jullie horen mij goed. Dus dat is in ieder geval goed om te horen. Dus leg ik mijn telefoon weg van het podium af. Um, ik ben wel eens nieuwsgierig. Sta jij wel eens op een kruispunt in jouw leven dat je merkt van oké, okay, ik wil graag een bepaalde keuze maken, maar je weet eigenlijk niet wat die keuze gaat zijn? Of je hebt misschien wel eens een keuze gemaakt en dat je denkt, oeh, is dit wel de goede keuze geweest? Of merk je wel eens dat je ochtends opstaat en dan je denkt, poeh, waar haal ik vandaag weer die energie vandaan? Nou, dat zijn allemaal dingetjes. Die voor mij heel erg van toepassing zijn geweest. En als je dat ook herkent, dan ben je vandaag hier aan het goede adres. Want ik zei het al, dit wordt geen suffe boeklancering, maar we gaan echt in beweging komen. Want dat is mijn uitdaging. Weet je dat je dus letterlijk en figuurlijk in beweging komt. En dat gaan we vandaag doen. Want ik heb een inspirerende masterclass voor jullie klaarstaan. En... Nou, als je tot het einde blijft, ga ik sowieso al je vragen beantwoorden. Dus heb je een vraag? Zet die in de comments. Mijn team zit hier achter de schermen. Uh, zijn ze druk bezig uh, om alles te coördineren? En daar ben ik super blij om. Maar zij zullen ook de vragen uh, verzamelen. Dus als je een vraag hebt over mijn boek, over datgene wat ik vanavond met je deel, uh, stel die vragen gerust in de comments. Want ik zal aan het einde van deze masterclass uh, de vragen beantwoorden. De, 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 deze masterclass duurt ongeveer 45 minuten, een uurtje. Dus daar kan jij rekening mee houden als jij een wandeltochtje aan het maken bent. En wat natuurlijk ook nog heel erg goed is om te weten: ik ga vandaag de winnaars bekendmaken van diegenen die een shout-out hebben gedaan. Naar over mijn boek. Want er zijn zoveel mensen die een shout-out hebben gedaan op social media over mijn boek. En ik ben daar jullie heel erg dankbaar voor. Dus ik ga we laten weten wie er mijn coaching on bike sessie heeft gewonnen. En wie er verschillende boekenpakketten gewonnen hebben. Oh, wat tof. Hier op de achtergrond hoor je ons hond plaffen. Want we staan hier namelijk op de plek waar ik ben opgegroeid. En dit is de Roots. Ja, mijn, mijn thuis zeg maar. Dus dat is wel leuk om te horen. <laughs> Jullie horen pukken dus op de achtergrond. Um, en iets wat ik nog mee wil geven. Uh, aan het einde van deze masterclass deel ik ook de link naar een website waar je alle downloads kan vinden. Uh, zodat jij aan de slag kan met jouw peak performance mindset. Dus redenen genoeg om helemaal, um, helemaal in te tunen in deze masterclass. Zodat je ook echt in actie. Komt. En dan gaan we dus lekker in beweging komen. Um, en ik zeg al beweging. Afgelopen weekend heb ik dus mijn live boeklancering gehad. En misschien heb je wel dingetjes op social media voorbij zien komen. Maar ik had dus hier op deze locatie had ik een hindernisbaan neergezet. Een hindernisbaan waar ik dus um, nou ja, mensen over het water moest laten lopen. Ik had hier een obstakelrunbaan staan. O een touw over het slootje had ik gespannen en dat is waar ik echt in geloof. Weet je, het leven dat is pas topsport en daarom moet je af en toe uit je comfortzone komen. Dat hoort bij het leven. Je moet obstakels overwinnen en dat is ook mijn uitdaging aan jou, dat jij die obstakels mag gaan overwinnen. En ik zie dat hè, niet niet obstakels als iets negatiefs, maar als iets positiefs. En als jij je eigen spelregels bepaalt. Dan win je altijd. En dat is wat ik altijd zeg. Weet je, dat, het is aan jou. Jij hebt de keuze en jij kan je eigen spelregels eh, gaan bepalen. Ik heb ook nog iets tofs voor vanavond trouwens. Dat vergeet ik bijna te zeggen. Als je dus lekker de natuur in gaat, een mooi plekje gaat vinden. Eh, waar jij dus aan het wandelen bent en naar deze masterclass aan het luisteren bent. maak even een foto. Want ook oh, vanavond ga ik nog toffe prijzen weggeven. Die ga ik morgen bekendmaken. Ik wil toffe prijzen weggeven en voor degene die vanavond een toffe foto maakt. En mij even taggt op social media. @Sanne van Pasen, en dat je deelneemt aan deze masterclass. Want dat vind ik gewoon super tof dat jullie mij helpen. En dat vergeet ik ook bijna. En dat is zo waanzinnig tof jongens. Mijn boek, ik zal hem even pakken. Ja, mijn boek staat op nummer 1 bij managementboek. Wie had dat verwacht dat dit boek, mijn boek, zo snel bij Management Boek zou staan. Echt heel bijzonder. Dus daar wil ik jullie sowieso heel erg voor bedanken. Nou, jullie zijn lekker aan het wandelen, aan het hardlopen of aan het fietsen. Na deze masterclass weet je wat je morgen vroeg gaat doen, zodat je vol energie de dag start. Zodat je weet hoe je kan energie tanken als een topsporter. Je gaat ook ontdekken waarom high performance onzin is. Ja, je hoort het goed. High performance vind ik in mijn ogen echt onzin. En ik wil je uitdagen dat jij je leven gaat inrichten op basis van peak performance. En daar gaat ook het boek over. En je weet na vanavond ook hoe jij van die handrem afkomt. Want je hebt misschien wel af en toe het gevoel hè, dat je dus door wil breken door je plafond. En dat je misschien wel bepaalde doelen wilt realiseren of dromen wilt nastreven. Dat je meer impact wilt maken, maar het lukt nog niet. Nou. Na vandaag weet je dus hoe je dat gaat doen, hoe je van die handrem afkomt en zodat je in die beweegmodus komt. En ik ga je sowieso meenemen, want daar gaat eigenlijk heel het boek over: hoe jij nog meer zakelijk kan winnen zonder privé te verliezen. Want dat zie ik heel vaak gebeuren. We scoren wel, we zijn wel succesvol, maar het gaat ook ten koste van je relatie, van je gezinsleven, van je eigen gezondheid, van tijd voor jezelf of van tijd voor de dingen die je echt leuk vindt. Dus maar voordat je denkt, Sanne, bij jou gaat het van een leien dakje. Jij staat zomaar op die nummer 1. Niets is wat het lijkt. En dat is wat ik mee wil geven. En ik weet het nog heel goed. Ik had uh, in december afgelopen jaar, toen ik mijn boek aan het schrijven was. Ik ben mijn boek aan het schrijven vanaf ongeveer. Ja, ik denk dat ik. Oh, ja, september, oktober ben gestart en in december um, gebeurde er iets waardoor ik echt tijdens het schrijven dat ik echt dacht ik ben er klaar mee, ik weet niet of het boek er wel komt en ik denk scheid ermee uit. Maar wat was er aan de hand? Ik had namelijk met mijn uitgever um, had ik met Ina had ik daar mijn afspraken gemaakt, contract getekend en het was echt iets nieuws voor mij hè? natuurlijk die een boek schrijven. Ik had dat nog nooit gedaan en ik ben wel altijd met de overtuiging als ik iets nog niet heb gedaan, dan denk ik altijd... Oké, okay, ik heb het nog nooit gedaan. Ik denk wel dat ik het kan. Met die instelling ben ik het boek gaan schrijven. En ik weet nog dat ik die onderhandelingen met Ina had. En ineens flapte ik eruit... dan ga je eigenlijk met pensioen? Dat ik daarna ook wel aan mezelf dacht van... Waarom zeg je dat eigenlijk? En later bleek dat ik helemaal gelijk had. Want ik kreeg... Begin december een mailtje van Sanne. Ik ga afscheid nemen. Uh, ik ga mijn pensioen. Uh, Monique gaat het overdragen. En toen kwam er een moment in december. dat ik ineens feedback kreeg van mijn manuscript. van Monique. Maar ik had Monique nog nooit persoonlijk gezien. En dat barstte het zo. of dat ging zo tegen mijn waarden en normen in. dat ineens iemand van, iets van mijn manuscript ging vinden. terwijl ik haar nog nooit had gezien. En ik voelde het in heel mijn lichaam. Helemaal weerstand opkomen. En ik dacht, ik kap mee Wat is dit nou? En dat heb ik toen ook op dat moment gedaan. Want ik dacht, als ik vanuit deze vibe, met deze negatieve energie door blijf schrijven. Weet ik zeker dat het geen goed boek wordt. En op dat moment was ik ook een groot evenement aan het organiseren. Dus ik heb even mijn boek geparkeerd. Even rust genomen. En dat is peak performance. Dat je even die rust neemt. En vervolgens heb ik Monique na twee weken gebeld. Even de situatie uitgelegd van Monique. Ik wil even met je kennis maken. Ik heb haar duidelijk gezegd: van joh, uh, vond het niet heel fijn om jouw comments te lezen. Uh, dat deed wel iets met me. En we hebben een heel fijn gesprek gehad. En van daaruit kwam ik weer in mijn flow. En waarom ik dit dus deel, achter ieder succesverhaal zit een verhaal. En jullie zien heel vaak de buitenkant, maar daar gaat altijd iets aan vooraf. Heel veel dingen aan vooraf. En dat stappenplan is ook wat ik met jullie mee wil geven. Van, joh, weet je, begin bij die basis. En dat ontdek je dus natuurlijk ook in het boek, wat die basis is. Nou, ik wil vandaag uh, een aantal dingen met jullie delen. Uh, ik wil de meest voorkomende fouten met jullie delen uh, die ik zie voorbij zien komen waarom mensen niet duurzaam winnen. Want ik geloof erin, he, iedereen, ook jij. Kan eenmalig een topprestatie neerzetten. Misschien doe je dat wel vaker dan één keer. Maar het gaat erom dat je duurzaam wint. Dus keer op keer. En wat daarvoor nodig is en welke fouten jij niet moet gaan maken, die ga ik zo meteen met je delen. Maar voordat je doet, want ik zag zojuist al op mijn telefoon dat ik heel veel onbekende mensen intuende. En dat vind ik zo vet. Allemaal nieuwe mensen. Dus ik wil me even een stukje voorstellen. Voordat je denkt van wie is die Sanne van Pasen? <laughs> Um, en mocht je me al kennen, dan ga je ook ontdekken waarom ik dit boek ben gaan schrijven. Dus, en dat is natuurlijk wel heel waardevol, want dat heeft een reden waarom ik dit boek, boek natuurlijk ben gaan schrijven. En ik, nou, ik wil als jullie als eerst eigenlijk meenemen. Um, ik ben ex-topsporter. Ik heb het wereldbeker winnares, uh, wereldbeker veldrijden gewonnen in 2011. En ik wil je eventjes dus meenemen naar een kort interview... Van dat moment. Sanne van verpaasen, is dit nu ja, een groot moment in je carrière? Nou, waarschijnlijk hebben jullie nu het zat zijn, is Dit nu je een groot moment niet kan... gezien. Maar in dit interview weet ik nog goed dat was nadat ik in hoog rijden het wereldbeeklassement veldrijden won en ik stond toen op dat hoogste podium en dat was zo'n bijzonder moment. Weet je, het is een doel waar ik naartoe had geleefd. Ik had mijn eigen team opgezet. Ik had uh, op dat moment combineerde Ik het met mijn uh, ja, met mijn studie. Ik deed een masteropleiding. Uh, en ik hield zoveel ballen in de lucht. Ik was 21 jaar en ik combineerde dat allemaal. En ik was als, ja, met oogkleppen recht op het doel afgegaan. En als jullie net goed op dat filmpje hebben gezien. Zagen jullie ook hè, dat ik hier een koorslip had. Rond mijn neus, rond mijn lippen. Ik was gewoon, mijn weerstand was bar slecht. En ik weet nog goed, ik stond dus op het podium. En er stonden honderden mensen om me heen. En het Wilhelmus werd gespeeld. En ik stond met die prijs in mijn handen. En toen besefte ik ineens twee dingen. Aan de ene kant besefte ik, what's next? Wat wordt mijn volgende doel? En aan de andere kant dacht ik, is dit het nou? Ik ben nog steeds Sanne van Pasen, er verandert eigenlijk niet zoveel. En dat is waar ik op dat moment nou, achter kwam, of snel daarna kwam ik erachter van, het gaat niet om het winnen, om het presteren om die nummer één positie. Of ook, het gaat voor mij niet om die nummer 1 positie bij managementboek. Maar het gaat erom dat je geniet van die reis ernaartoe. En dat je voldoening maakt. En in mijn geval, ik wil echt, het is echt mijn missie dat jij met dit boek het verschil gaat maken. Die, misschien wel die ene doorbraak waar jij op zit te wachten. Dat jij dat met dat boek gaat realiseren. En op dat moment, tijdens het winnen van dat Wereldbeek klassement, Kwam ik er dus achter van, het gaat niet alleen om dat resultaat. Want sterker nog, toen ik dit resultaat heb gerealiseerd. Toen ging ik maar door en ik, he, ik behaalde die masterdiploma. Ik ging nog meer trainen, nog meer. Ik legde die lat steeds hoger. En uiteindelijk heeft mijn lichaam letterlijk op de rem getrapt. Ik kon gewoon niet meer fietsen op een gewone fiets. Nou, daar kan ik alleen al een uur over vertellen hoe dat traject eruit heeft gezien. Daar staat ook van veel in mijn boek. Maar wat ik in ieder geval mee wil geven van op het moment dat je te veel gefocust bent op het resultaat... op het realiseren van het winnen... Op het realiseren van die volgende stap en dat je hoopt dat je daar weer die voldoening uit haalt, dan ga je op de lang, langere termijn ga je daar niet gelukkiger van worden. Je gaat dan niet duurzaam winnen. Nou, ik ben namens sportcarrière, kwam ik dus tot, tot het inzicht van met die kennis en ervaring die ik op dat moment ervaren, ook in combinatie van die hele heftige blessure die ik mee heb gemaakt. Kwam ik tot inzicht van, joh, ik wil andere mensen helpen hoe zij duurzaam kunnen winnen. En ik voelde echt aan alles van, ik wil dus die kennis delen, die topsportmentaliteit. Waardoor ik dus die nummer één positie um, heb weten te realiseren. Hoe je die kan toepassen in het dagelijks leven. Maar hoe jij die ook kan combineren met luisteren naar je gevoel. Want alleen maar gaan voor die winst, daarmee ga je er niet komen. Het is belangrijk dat je luistert naar je gevoel. Dat je. Op, je, op jezelf durft te vertrouwen... dat je voor die flow mag gaan. En dat ga je dus ontdekken. Dus dat is echt de reden... waarom ik dit boek ben gaan schrijven. Omdat ik echt in geloof... met alleen hard werken kom je er niet. Het gaat erom dus dat je op de juiste manier... hard gaat werken, rust gaat inplannen... en dat je naar die flow mag gaan. En vanuit die flow mag gaan leven... en je eigen koers mag gaan volgen. Dus vanuit het willen... en die automatische van het willen... die lat hoger leggen... En vanuit die automatische piloot mag je dus echt je eigen koers gaan bepalen en het op jouw manier, op een leuke manier gaan doen. Want dat is wat we vaak vergeten. We, we doen maar dingen omdat het zo hoort, omdat andere mensen dat zo doen, omdat andere mensen dat van jou verwachten. Maar ik wil je dus uitdagen: ga het op jouw manier doen. Zo ook deze boek dat ik hier in een wij sta. Wie doet dat nou? Nou. Ik vind dat gewoon geweldig. Het is gewoon mijn manier. Ook afgelopen weekend dat ik gewoon een uh, hindernisbaan op heb gezet. Ik word er helemaal blij van. En dat is super belangrijk. Dat je het dus gewoon op jouw manier mag gaan doen. En dat is een stukje dus wat ik dus vandaag ook met jullie mee wil geven. Van welke fouten je absoluut niet moet gaan maken. En ik ga even nog wat drinken tussendoor. En als jullie dus zometeen vragen hebben, laat het gerust weten. Maar één. Ik wil vijf meest gemaakte fouten die ik voorbij zie komen. Ook met mijn coachklanten. Ik coach op dit moment veel ondernemers, veel ambitieuze mensen. Die ja, op hun manier hun doelen willen realiseren. Die succesvol willen zijn. Vaak zijn ze al succesvol, maar die voldoening missen. Ja, ik zie dus heel veel overeenkomsten tussen ambitieuze mensen. En ik wil dus jou uitdagen dat je dus dat gaat voorkomen. En één ding moet je dus absoluut niet meer gaan doen. En dat is... Kap met het luisteren naar Henk. Ik hoor je al denken. Wie is Henk in Gods Ik heet helemaal geen Henk. Wie is Henk? Nou, dus Henk is jouw kritische ik. Is dat stemmetje in jouzelf? Die af en toe bang is. Of die ervoor zorgt dat je dingen niet doet die je misschien wel wilt doen. Die die excuses heeft. Die je klein houdt. Die die handrem is. En ik wil, ervoor, ik wil je uitdagen dat je gaat herkennen wanneer Henk aan het stuur is. En nou, in het boek neem ik je helemaal mee: van, oké, okay, hoe kan ik nu herkennen wanneer Henk aan het stuur is? En dat, je hebt verschillende soorten breinen. Nou, dat ga je allemaal in het boek lezen. Um, en waarom noem ik het Henk? Nou, ik had een van mijn klanten het helemaal uitgelegd hoe ons brein werkt. En die klant heet Guus. En ik was met Guus. Zat ik op de fiets, want al mijn coachgesprekken vinden altijd in de buitenlucht plaats, vaak op de fiets of wandelend. Maar ik zat met Guus op de fiets en Guus wilde eigenlijk een volgende stap maken met zijn bedrijf en hij wilde andere dingen of zijn bedrijf anders invullen. En we waren aan het filosoferen en hij zat eigenlijk in die flow en ineens zei hij: Henk is aan het woord. En ik moest eigenlijk lachen: Hoezo? Henk is aan het woord. Ja, mijn emotionele brein, mijn kritische ik die is aan het woord. Ik zit mezelf weer te mindfucken. En ik wil je dus uitdagen: word je zelf eens bewust van wat zijn jouw excuses? Wat zijn je mindfucks? Ga die gewoon eens herkennen. Van wat vertel je tegen jezelf wat jou niet helpt om jouw eigen. Koers te bepalen of om je eigen doelen te realiseren. Dus dat wil ik je echt gaan uitdagen. Kap met het luisteren naar Henk. Hoe je dat precies doet, hoe je die kan omzetten, want hoe je dat omzet, dat is echt trainen. Net als een topsporter is mentale training, je peak performance mindset opbouwen, dat is ook trainen. En heel vaak zeggen mensen, ja, ik doe dat gewoon een keertje. Nee, dit is echt dagelijks trainen, oefenen, oefenen, oefenen. En daarvoor wil ik je dus uitdagen om hier bewust mee aan de slag te gaan. Een tweede meest gemaakte fout is dat we dus luisteren naar wat ons vroeger misschien wel eens gezegd: van doe maar gewoon normaal, want dat is al gek genoeg. Ik wil je dus uitdagen: doe maar gewoon bijzonder. Ga het maar gewoon op jouw unieke manier doen. Want weet je, als je de kudde volgt. Loop je in de stront van anderen. En dat wil je natuurlijk niet, vieze voeten krijgen. Dus jij mag vanaf nu je eigen pad gaan bepalen, je eigen koers gaan rijden. En ik wil je dus echt uitdagen hoe je het op jouw manier gaat doen. En nou, dat is natuurlijk ook wel met mijn manier van werken. Ik sta dus altijd in de bossen met mijn coachgesprekken, net als nu. En dat voelt altijd zo vanzelf gaan, omdat ik dan helemaal op mijn plek ben. En als je het echt op jouw manier gaat doen, wanneer, hè, hoe jij dingen misschien op jouw manier net iets leuker kan maken. ga eens kijken wat voor impact dat heeft. Start daar morgen mee. Maandag, hè, morgen start de week. ga eens op, voor jou eens kijken hoe jij op jouw manier de dingen nog leuker kan maken. En je zult echt merken dat het een mega grote impact heeft. Want als jij ergens blij van wordt, als jij ergens energie van krijgt. Nou, dan heeft het een heel grote invloed op jouw omgeving. En dan zul je zien dat jij nog sneller die resultaten realiseert. waarvan jij hoopt dat je ze gaat realiseren. En dat is ook echt belangrijk: dat jij duurzaam gaat winnen. Want als jij iets doet omdat het zo hoort, raak je in die verkramping. In, hey, misschien of dat het wel moet zo. Nou, als ik op de fiets zit en het moet. nou, ik weet niet hoe dat bij jullie is, maar als jij moet gaan sporten van jezelf, wat gebeurt er dan? En nou, dan gaat het nooit zo lekker. Sterker nog, bij mij, dan zie je gewoon dat het tempo letterlijk omlaag gaat. En dat is precies zo met het dagelijks leven. Zorg ervoor dat jij in die flow blijft zitten. En ik weet, daarvoor om dit te doen, moet je je scheidspier trainen. Want jij mag nog meer je eigen koers gaan rijden. Dus dan moet je gewoon scheid hebben. Of zo zou het zo zeggen: liefdevol scheid hebben. Dus. In het boek ga je dus ook ontdekken hoe jij nog meer liefdevol scheid gaat hebben en hoe je dus um, ook met de mening van andere mensen omgaat. Want dat is wat we vaak ja, een uitdaging vinden, want wat zullen die andere mensen wel niet denken? En ik wil je dus gewoon meegeven, ben juist diegene die echt de verandering teweeg brengt. Zorg, dat jij, zorg ervoor dat jij het voorbeeld gaat zijn. En als jij dat doet, als jij het voorbeeld gaat zijn voor die ander en als jij het juist op die andere manier gaat doen, nou, dat zal misschien op het begin onwennig voelen, maar ik weet als je dat gaat doen, ja, dat dus gaat zo bijzonder zijn. Het gaat echt, um, je gaat gewoon zien dat de juiste mensen om jou heen ook meegaan in jouw verandering. Dus ja, begin er zelf mee. En jij bent hier al komen opdagen en naar deze masterclass kom jij kijken. Dus jij bent al een game changer. En. Ga dit nog meer in het dagelijks leven inzetten. Hoe je dat dus die liefdevolle scheidspier um, deelt. Volgens mij heb ik het helemaal uitgewerkt. Ook in uh, hoofdstuk 7. Dus dat is iets wat je dus echt enorm gaat helpen. En dat is ook zo. Hè? Um, op het moment dat je je eigen spelregels bepaalt. Win je altijd. En dat is ook met Doe maar Bijzonder. Kijk, ik zit nu op die nummer 1. Um, toevallig sta ik nu met mijn boek ook nummer 1. Maar ik had vorige week al gewonnen. Uh, omdat ik gewoon... Naar dit moment toe heb geleefd. Ik heb er alles aan gedaan. Ik heb mijn proces goed doorlopen. Nou, ja, hoe ik dat precies heb gedaan. Dat zie je in mijn boek. Mijn proces en resultaatdoelen stellen. En mijn proces heb ik goed doorlopen. En ik heb mezelf niks kunnen verwijten. En ik heb mijn spelregels bepaald. En dat is super tof dat het resultaat nu ook daar is. Maar ik was al zo blij. Ook afgelopen zaterdag. Ik heb zo intens genoten van... Hier die live boeklancering op deze locatie. En ik geniet hier nu ook zo van dat ik, dus ja, hier een masterclass op deze waanzinnig mooie plek zit te geven. En dat is wat ik je dus mee wil geven. Ga, neem even de tijd vanavond nog. Ga eens jouw spelregels op, opschrijven. Wat is nu echt voor jou belangrijk? Doe dat vanavond nog. Een andere veelgemaakte fout. Misschien wel de meest gemaakte fout, de fout die ik zelf ook enorm heb gemaakt, is dat je overtuigd bent dat hard werken de oplossing is. We denken dat we harder moeten werken, meer moeten werken, blijven maar doorbuffelen. En weet je wat ik nu doe op het moment dat ik merk, ik moet weer een tandje bijschakelen, dan schakel ik juist een tandje af, dan stap ik juist die fietsen op. En dat is wat ik echt iedereen wil uitdagen, dat je mag gaan doen. Je mag dus gaan afschakelen. En we denken dat we vaak dus meer moeten gaan doen. Maar op het moment dat je dat dus denkt, is het volgens mij dus een stapje op, of tijd om een stapje minder te gaan doen. En dat is waarom ik ook zeg, high performance is onzin. Om altijd op die toppen van je kunnen te presteren. Die lat alleen maar hoger te leggen. Nou... Ik geloof dat dat absoluut niet, of dat je daardoor absoluut niet duurzaam gaat winnen. Als je duurzaam wilt winnen, is het juist belangrijk dat je voor peak performance gaat zorgen. Dus je werkt ergens naartoe, je neemt erna rust. Sterker nog, ik ben afgelopen week op vakantie geweest. En ik moet eerlijk zeggen: dat was een heerlijke vakantie, maar omdat mijn boeklancering natuurlijk een volle gang was, was het ook nog een beetje onrust, allemaal. Omdat er superveel toffe dingen gaande zijn. Maar ik heb even rust genomen. En ik weet dat ik nu, dadelijk eind juli, ga ik nog een keer een week helemaal niets plannen om echt even gas terug te nemen. En dat is wat ik jou wil uitdagen. Ga die peak performance momenten bewust inplannen. Waar wil je scoren? En zorg ervoor dat je van tevoren net supercompensatie inplant zodat je op het juiste manier kan knallen, op het juiste moment kan knallen. Maar dat je daarna ook tijd neemt om uit te rusten. En dat is het verschil altijd, zeg ik hè? Tussen amateursporters en topsporters. Een topsporter maakt een plan, werkt ergens doelgericht naartoe, werkt met de beste mensen, het beste team om zich heen. Amateurs die fietsen maar met, als een kip zonder kop. Die blijven maar gas geven, hebben geen plan en die blijven maar doorknallen. En nou ja, jij luistert hier al vanavond. Je hebt, misschien heb je het boek al thuis in handen. Als je het nog niet hebt, ik zou hem zeker bestellen, maar weet je, ik wil je uitdagen: ga het leven benaderen als een topsporter. Maak een plan. En besef, het gaat niet om het harde werken, maar het gaat om die flow. En durf je eigen koers te gaan rijden. Als je dat doet. Wauw, dan, dan heb je de ingrediënten, de basisingrediënten om duurzaam te winnen. En ik zal straks ook aan het einde van deze masterclass, zei ik net al. Dan deel ik ook de downloads die in het boek staan. Werkbladen waar je mee aan de slag kan. Die deel ik met je, zodat je er ook echt mee aan de slag kan gaan. Dus het is superbelangrijk. Ga jezelf zien als een topsporter. En dat hoeft dus niet vanuit die harde werken te gaan. Maar betekent dus dat je een plan hebt. Um, en wat heel erg belangrijk is, want ik zie dus heel veel mensen op die automatische piloot-harde werken mentaliteit uh, hebben ze niet lullen, maar poetsen. Heel herkenbaar was dat voor mij. Maar als je dat doet, dan zit je te veel in je hoofd. Dan moet je te veel van jezelf. En om duurzaam te winnen, dan is het belangrijk dat je een goede body-mind connectie hebt, dus niet alleen vanuit je hoofd leeft. He, dat was ik toen ik het wereldbeker aan het klassement aan het winnen was. Was ik vanuit mijn hoofd aan het leven. Maar het gaat erom dat je luistert naar je lichaam. En daar gaat ook mijn vierde fout over die ik vaak voorbij zie komen. En je neemt genoegen met minder. Want wat ik destijds toen ik het wereldbeker klassement won. He, ik had, was toen ook mijn masterdiploma af aan het ronden. Ook wel bijzonder dat ik dat destijds heb weten te combineren. Maar ik had destijds al vage klachten. Ik last van mijn keel, last van mijn longen. Ik had al puffers, ik had niet zo gehad. En mijn benen zeer, verzuring. Maar ik had alle excuses. Ach, zal wel meevallen. Weet je, ik kan best wel die ene training doen. Of ach, ik neem na het seizoen wel eh, rust. Maar ik stond aan die leiding en ik dacht, ik moet trainen, want anders kan ik deze positie niet vasthouden. En uiteindelijk heb ik daar een heel grote rekening voor moeten betalen. Ik heb ruim een jaar niet kunnen koersen geen wedstrijden kunnen rijden. Ik heb amper kunnen sporten. Nou, dat zei ik al hè. Dat vind je allemaal terug in mijn boek. Maar wat ik mee wil geven, zorg ervoor dat je geen genoegen neemt met minder. Als je dus fysieke klachten hebt, ik geloof er echt in fysieke klachten, daar zit ook mentale achtergrond achter. Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. Achter die fysieke klachten Mag je ook mentaal eens gaan kijken van wat kan jij in je lifestyle, in jouw mentaliteit anders gaan doen? Misschien zit jij meer in je high performance mentaliteit. Ben je altijd aan het scoren en vind je het heel lastig om te rusten? Nou, en dat is ook wel wat ik met het boek wil delen en waarvoor ik jou echt wil uitdagen, is dat jij voor een goede body-mind connectie mag zorgen. Er zijn verschillende manieren voor waarvoor ik verschillende technieken deel in het boek. Een daarvan is ook de Vogeltjeskijktraining. Die heb ik mensen afgelopen weekend ook zelf laten ervaren tijdens de live-lancering. En ik wil je echt uitdagen, ga die eens doen. Super waardevolle oefening tijdens het sporten. En ik wil je dus ook echt uitdagen om het sporten als een tool in te zetten, zodat jij met meer energie kan scoren in het dagelijks leven. Want dat is de laatste fout. Waar gaat de laatste fout over? Je vergeet de basis tot jouw succes. Vaak zijn we heel vaak bezig met dat laatste stukje in het realiseren van ons doel. Ik zie die doel, het realiseren van je doel als een berg. Daar staat ook een hele mooie afbeelding in het boek. Ik wil de afbeelding laten zien, maar ja, dit zullen jullie nu nog niet zomaar kunnen zien. Maar in het boek staat een heel mooie afbeelding. Um, het is een heel mooie berg. En daar gaat hoofdstuk 1 ook over. We vergeten die basis. En die basis is dat om te scoren, om te winnen, om zakelijk te winnen zonder privé te verliezen, is het belangrijk dat je een hoog energieniveau hebt. En je kan op verschillende manieren energie tanken. en die ga ik ook meenemen hoe je fysiek al energie kan tanken, hoe je mentaal energie kan tanken, hoe je afkoetscheid kan nemen van datgene wat je energie kost. Want dat is natuurlijk ook super belangrijk dat je afscheid mag nemen van datgene wat je energie kost. Daar ga ik je ook echt voor uitdagen. Maar jij gaat morgen vroeg vol energie de dag beginnen. En dat staat in hoofdstuk 2. En die wil ik vandaag even met je bespreken. En dan wil ik dat je echt mee in actie komt. Morgen vroeg ga jij in actie komen met de resetroutine. Want dat is belangrijk dat jij op jouw manier de, ja, de regie neemt over je dag. En vaak dan staan we op, pakken we die telefoon, racen we vlug naar het ontbijt of je ontbijt niet. En je gaat naar je werk en je vlug vlucht met je kinderen. Nou ja, je kent dat wel, hè? al die ballen die je in de lucht aan het houden bent. Dat is de reden waarom ik ook geloof, het leven, dat was pas topsport. Maar daarom is het zo belangrijk dat je in die ochtend even tijd neemt voor jezelf. Morgen vroeg, tien minuten, zet je die wekker eerder. 10 minuten, wat is 10 minuten? Nou wat je dus gaat doen, je stapt uit bed, je loopt naar de badkamer. Je gaat die badkamer in en voordat je de douche onderstapt, doe je even 10 squats. Nou dat kost misschien slechts 2 minuten, dus doe maar nu mee thuis vanuit je woonkamer. Of als je aan het wandelen bent, stop even, doe eventjes 10 squats. Nou, volgens mij heb ik er nu al 6 gehad. 7, 8, 9, 10. Nou... Voel eens even bij jezelf, als je dat doet, als je nu die squats aan het doen bent. Wat doet dat met je? Nou, ik voel in ieder geval, mijn ademhaling is omhoog. Ik voel mijn benen een beetje, ik voel mijn billen ineens. Je voelt dat je ineens dat je weer leeft. En dat is verzocht, ochtends dus eventjes voor jezelf je energiesysteem op gang brengen. Slechts twee minuten in de badkamer staan je. vervolgens stap je de douche onder... Zet je die koude douche aan. Dan wil ik je vragen om twee minuten lang koud te douchen. Nu denk je: koud douchen? Nee, jij bent gek geworden. Dat doe je toch niet? Nou, daarom moet je juist dus echt koud gaan douchen. Dus ik wil je dus echt vragen om koud te douchen. De ene kant omdat koud douchen voor een energieboost, energieboost zorgt. Dus het zorgt ervoor dat je fysiek energieker voelt. Maar juist koud douchen is een mentale training. Want die stemmetjes, je bent toch niet gek geworden, waarom zou ik dat doen? Koud. Dat zijn allemaal die Henk stemmetjes, je mindfucks. Dus doordat je toch koud gaat douchen en jezelf iets gaat doen waar je liever geen zin in hebt, zorg ervoor dat je dus die mindfucks gaat tackelen. En dat is de eerste mentale training van de dag. Je eerste overwinning van die dag. Dus eerst twee minuten squats, twee minuten koud douchen. Dan ga je dus jezelf afdrogen. En dan zeg je eventjes hardop waar je dankbaar voor bent. Want ook dat is belangrijk dat je je positiviteitsspier traint. Dus jij mag jezelf trainen om nog positiever in het leven te staan. Oké, okay, vervolgens ben je zelf aangekleed. Loop je naar beneden. Ga je even op de bank zitten. En ga je even in stilte op die bank zitten. Gewoon zitten. Dus je gaat zitten. Je focust even op die ademhaling. Gewoon even zijn, even voelen. Doe dat nu maar eens even. Neem even een diepe inademing en voel eens gewoon even. Als je aan het wandelen bent, hoe voelt dat? Hoor je die voetjes fluiten. Zit er spanning in je lichaam? Ben je relaxed? Heb je zin in de week? Je zult merken, als je dit even doet, komen er allerlei antwoorden op. En ik wil je dus uitdagen, want we zijn in een gejaagde maatschappij. Het is zo belangrijk dat je tijd in stilte doorbrengt. Dus start ochtends met stilte. Twee minuutjes. En vervolgens schrijf je even de focus van de dag op. Want het is belangrijk dat jij de regie pakt, dat jij wereldkampioen en focus wordt. En dat doe je door ochtends de vraag te stellen. Waarmee ga ik vandaag het verschil maken. Schrijf dat op. Nou, en vervolgens zul je ook nog in het boek ontdekken van oké, okay, hoe kan je dan wereldkampioen of focus worden. Maar als je in ieder geval ochtends met de resetroutine start. Dus twee minuten squats, twee minuten koud douchen. Je dankbaarheid opschrijven. Dat is ook twee minuten. Je bepaalt de focus van de dag. Dat is denk ik één minuutje. En dan drie minuten die ademhalingsoefeningen. Nou, dan heb je tien minuutjes geïnvesteerd, slechtste tijdsinvestering. En je zult merken, daarmee ga je het verschil maken. Zo ga jij energie tanken als een topsporter. En geloof me, ik zou willen dat ik deze tools had geweten toen ik topsporter was. Want toen leefde ik te veel vanuit mijn hoofd. En was die body-mind connectie niet oké. Okay. En dat... Nou, dat... Dat te zij, daar hoor je heel veel meer over. In mijn boek lees je dat allemaal. Maar daar wil ik je dus meegeven om dat morgen te gaan doen. Dat je dus gaat merken van: oké, okay, oh, zo kan ik het verschil gaan maken. Dus dit waren de vijf fouten die ik vaak voor zie komen. Je luistert naar Henk, naar je mindfucks. Doe maar, doe maar normaal, dat je zo geprogrammeerd bent dat het zo hoort. Nee, vanaf nu is het. Doe maar bijzonder. Je mag die liefdevolle scheidsspier gaan trainen. Je denkt dat hard werken de oplossing is. Daar ga je ook mee kappen. Je neemt genoegen met minder. Die vage klachten, daar neem je genoegen mee. Of je bent altijd gefocust op het score en je vergeet die, de basis, het hoge energieniveau. Dus dat is super belangrijk. En weet je wat belangrijk is? Ik heb nu heel veel verteld. Sowieso ga jij morgen met die resetroutine in beweging komen. Antwoorden vind je in beweging. Dus ik wil je echt uitdagen dat je met minimaal één ding echt in actie komt. naar vandaag, waarmee je het verschil gaat maken. En wat ik vaak voor zie komen is dat we een veel te grote stap willen nemen om ergens te komen. Maar besef dat je al een kleine stap kan zetten. Als je het lastig vindt om morgen meteen 10 minuten uit te trekken, weet je, al is het maar één minuut of dat je even koud doucht, weet je dat je het even ervaart. 30 seconden of 20 seconden begint met koud douchen. Maar zorg ervoor dat je een kleine stap neemt, zodat je het gaat integreren in je leven. En dat is belangrijk dan vervolgens dat je blijft trainen een nieuwe gewoonte. Om een nieuwe gewoonte te integreren in je lifestyle, uhm, moet je dat 40 dagen volhouden. Dus ik wil je echt vragen, schrijf één ding straks op als je thuis komt van die mooie wandeling. En vergeet trouwens niet die foto te maken onderweg. Maar schrijf één ding op waarmee jij dus het verschil wilt maken, waarmee jij in beweging wilt komen. En ga dit volhouden. En je kan me voorstellen dat je zegt, van ja Sanne, dat is toch makkelijk en we doen dat gewoon even. Nou, ik weet uit ervaring um, dat het juist ook echt trainen is. En dat het superbelangrijk is dat je de juiste mensen om je heen hebt, die je supporteren, die je daarin begeleiden... Ik werk altijd met het beste team om me heen. De deken in mijn sportcarrière. Nu ook, ja, Daar zit hier achter het schermen, een mooi team mij te supporten. Daar ben ik vandaag heel blij om. Maar daarom heb ik ook iets tofs voor je bedacht. En eigenlijk dacht ik van joh, met deze masterclass. Natuurlijk is mijn boek super waardevol. Maar weet je, ik wil je 40 dagen lang ook gaan supporten. Dat lijkt me gewoon zo tof. Weet dat ik jou 40 dagen. Mega begeleiden hoe jij in die peak performance mindset kan komen. Hoe jij duurzaam kan winnen. Hoe jij alles wat in het boek staat kan integreren in je lifestyle. Zodat we met een team van gelijke stemmen elkaar weet je wel, kunnen uplevelen naar het volgende niveau. Zodat we uiteindelijk ja, door ons eigen plafond heen kan, kunnen breken. Zodat je van die handrem afkomt. Of op het moment dat je al succesvol bent. Dat je misschien wel privé verliest. Of dat je merkt van op andere fronten dat je verliest. Of dat je nog niet de voldoening hebt. Dat je merkt van oké, okay, dat je in die flow komt. Dus daarom heb ik iets super tofs voor je. En heb ik de peak performance Bundle voor jullie samengesteld. En dat zijn vijf masterclasses. Zodat we. We gaan aan de slag met de Energie Boost Masterclass. Uh, ik heb een masterclass voor je ontworpen. Zodat jij ontdekt hoe jij jouw eigen koers kan bepalen. Want dat is soms ook nog lastig. Hè? Van, wat is jouw eigen koers? Wat wil jij nu echt? Nou, daar gaan we mee aan de slag, zodat jij op de juiste manier die focus gaat bepalen. en daar op de juiste manier mee in beweging komt. We gaan uiteraard aan de slag met die peak performance mindset. En we gaan natuurlijk ook aan de slag hoe jij duurzaam gaat winnen. Allemaal verschillende masterclasses, verdeeld over 40 dagen. Nou, uiteraard zit er uitgebreide QA bij. Ik ben daar voor jou. Als sparringspartner. Als buddy. Het is allemaal online. Nou ja. En voor vanavond heb ik daar echt een no-brainer voor gemaakt. Want eigenlijk heeft dit gewoon een totale waarde van 449 euro. Maar vanavond. Ja weet je. Ik dacht. Kijk. Oh, dat boek is gewoon super gaaf. Maar weet je. Als je dit boek dus ontvangt. Met die masterclasses. Krijg je gewoon 90% korting daarop. Dus jij kan vanavond. Als je dus. Dat bestelt en denkt van: Dat wil ik. Ik wil niet alleen het boek, maar ook die masterclasses. Dan krijg je dat voor 47 euro. Dus 90% korting. Volgens mij zei ik net: eh, 449 maar 447. Voor 47 euro ontvang je het boek en de masterclasses. En als je eens denkt: Van ja, maar dan het boek heb ik wel, maar ik wil die masterclasses ook. Nou, dan ontvang je hem voor 27 euro. De masterclass is erbij. Nou, een unieke kans om met mij samen te werken. Um, uiteraard zijn er ook mogelijkheden om met mij één op één samen te werken. Um, maar dat wil je laagdrempelig met mij aan de slag. En nog meer uit het boek halen. Zou ik zeggen. Volgens mij is het Slash yes. Claim daar je ticket. En gaan we aan de slag. start in augustus. En dat lijkt me gewoon super tof. Als ik gewoon 40 dagen lang jouw buddy mag zijn. Dat hoop ik echt, dat we samen gewoon uh, nog meer in beweging mogen komen. Antwoorden vind je in beweging. En nou, ik hoop dat je ook een hele mooie wandeltocht hebt gemaakt. En dat je ook, dus zometeen, één ding opschrijft waarmee je in actie gaat komen. En ik zag straks al een aantal toffe vragen voorbij komen. En ik had afgelopen weken ook heel veel mooie vragen gekregen via social binnengekregen. Uh, maar laat ook even in die comments weten sowieso. Waarmee ga jij in beweging komen? Dan ga ik zometeen nog twee dingen doen. De Q&A hebben we zometeen. De winnaars ga ik bekendmaken. En ik deel nog met jullie de downloadlink voor de werkbladen waarmee je in de slag kan gaan. Um, maar wat ik um, uh, als eerste wil doen is de Q&A. Heb je een vraag? Laat, om, laat hem ook nog eventjes uh, in de comments weten. Dan ga ik hem zometeen beantwoorden. En dan ga ik zo nog uh, ja, met de vragen aan de slag. Alleen eerst nog even drinken. Nou, als eerste begin ik met de vraag van waarom heb je voor de titel Het leven, dat is pas topsport, gekozen? Dat is natuurlijk een heel mooie vraag en die kreeg ik van iemand. Um, en waarom ik voor deze titel heb gekozen is omdat ik altijd gedacht heb tijdens mijn sportcarrière dat ik aan topsport deed. Toen ging ik het dagelijks leven in en um, ik wist al dat ik dit werk wilde gaan doen. Maar ik heb in de eerste periode na mijn sportcarrière heb ik eerst in loondienst gewerkt omdat ik werkervaring wilde opdoen. Want ik dacht, ja wie ben ik? En ik heb helemaal geen ervaring in het bedrijfsleven. Ik weet niet eens hoe bedrijven werken. Ik wil eerst die werkervaring in bedrijven opdoen, zodat ik ondernemers, ambitieuze mensen nog beter kan helpen, omdat ik het spel snap. Dus ik ging werken in loondienst, in het dagelijks leven. En toen dacht ik ineens: het normale leven, dat is al topsport. Hoe doe ik dat? Hoe kan ik al die ballen in de lucht houden? Want ik wilde scoren in mijn werk, ik wilde nog een fysiek fit lichaam houden. Ik wilde uh, die lieve vriendin zijn. Ik wilde ook nog tijd voor mijn hobby's overhouden. Nou, ik wilde ook nog uh, toffe dingen thuis doen, mijn huis opknappen. Dat wilde ik ook nog allemaal doen. Nou, ga zomaar door. Dus ik wilde al die ballen in de lucht houden. En ik had niet eens kinderen. Of ik heb niet eens kinderen. Dus dat is de reden waarom ik zeg, het leven, dat is pas topsport. Dus we luisteren hier met allemaal topsporters. Want jij doet ook een topsport. En dat is ook de reden waarom ik, dus ook als ondertitel heb gekozen: van in zeven stappen zakelijk winnen zonder privé te verliezen. Hoe jij die topsport mindset, want die heeft iedereen, hoe je die verder kan ontwikkelen. Maar hoe je dat juist combineert met luisteren naar je gevoel en hoe je dat integreert, daar gaat het boek over. Um, een andere vraag die ik heb gekregen: is het je persoonlijke verhaal? Nou, nee, ja en nee. Het boek is echt een boek met praktische tips, het gaat over persoonlijke ontwikkeling. Um, het is vooral ook een boek waarmee je dus echt in actie gaat komen, hoe jij het verschil gaat maken, hoe jij jouw eigen spelregels bepaalt. Um, maar ik heb het ook gecombineerd met ervaringen van mijn klanten, die ik met mijn coachklanten op heb gedaan, met ondernemers, ambitieuze mensen die ik heb begeleid. Andere topsporters heb ik geïnterviewd interviewd voor de Peak Performance Podcast. Ik heb een podcast die 50.000 keer um, geluisterd is, gedownload is. Ik heb daar heel veel mensen. Volgens mij heb ik nu nou, ik heb 130 afleveringen ondertussen. Um, ja, en allemaal verhalen daaruit zitten allemaal in het boek. Er komen sowieso ook um, vijf topsporters aan het woord. Of ex-topsporters aan het woord. Uh, Thomas Dekker doet zijn verhaal. Uh, Olympisch kampioen Nicolien Sauerbrei zit in, het, uh, in mijn boek. Femke Heemskerk, onze topzwemster natuurlijk, die heb ik geïnterviewd voor mijn boek. Paralympisch kampioen Sanne Voets, die heeft goud gewonnen op de dressuur op de Olympische Spelen, zit in mijn boek. En nou, mijn voorbeeld als veldrijder zijn Paul Herrekers, een Belg, die in mijn ogen altijd mijn voorbeeld is geweest. Die heb ik geïnterviewd voor mijn boek. Dus het is een combinatie met praktische tips. Persoonlijke verhaal, coach klanten en ervaring van andere topsporters. Die zitten dus helemaal gemixt in mijn boek en daardoor is de peak performance methode tot stand gekomen. Um, een andere vraag: wat is het doel van de lezer, voor de lezer? Nou, mijn doel voor jou als je dit gaat lezen, als je het al gelezen hebt, is dat jij inziet dat het anders kan, dat het moeitelozer kan en dat jij. Nog meer mag vertrouwen op je eigen koers en dat je die dus echt mag gaan bepalen, gaan rijden. Nou ja, en daarmee uh, geef ik je dus die praktische tools, hoe jij op basis van die peak performance uh, jouw doelen gaat realiseren, zodat jij gaat zakelijk gaat winnen zonder privé gaat te verliezen. Um, de vraag, een andere vraag: wat maakt dit boek uniek? ook oh, besef me, nu dat ik me, dus dat de namen niet eens erbij heb geschreven. Ik heb dan een vraag opgeschreven, de namen niet bijgeschreven, dat is lekker handig van me. Um, volgens mij was deze vraag gesteld door Chantal, besef ik me. Um, maar wat maakt dit boek uniek? Nou, dit boek is dus een boek over persoonlijke ontwikkeling, hoe je dus op jouw manier uh, kan winnen. Hè? Dat is mijn terminologie. Maar wat mijn, dit boek uniek maakt, is dat ik dus de topsportmentaliteit, uh, het sporten, het bewegen aan zich. Integreer met persoonlijke ontwikkeling. Integreer met jouw zakelijke groei. En hoe je dus nog meer kan luisteren naar je gevoel. waardoor je dus op jouw manier jouw koers kan rijden. En dat is in mijn ogen echt uniek. en heb ik nog niet eerder voor, uh, voorbij zien komen. Uh, dus dat is wel uh, ja, waarom dit boek zo bijzonder is. Dus dat zijn de. oh ja. Nog één vraag heb ik nog van tevoren opgeschreven. En dan ga ik zo meteen even uh, hier naar mijn uh, collega's, uh, mijn team achter de schermen, even vragen. Van wat de vragen zijn die van jullie voorbij zijn gekomen voor nu. Um, maar ik kreeg, ik was van, te, van de week, had ik al uh, uh, met een van mijn klanten erover dat ik deze bundel aan ging bieden. De Peak Performance Bundel. En hij zei van Sanne, wanneer vinden die lessen plaats? Nou, ik wil in augustus beginnen. Uh, het is een summer school als het ware. Augustus, begin september. Die lessen zijn online. Dus die kun je volgen waar je maar bent, waar je wilt. Dus, en je, kan, je ontvangt daarna ook de replay. Ik maak werkboeken. Het wordt super praktisch. En we gaan samen ook een community vormen. Dus het is een hele fijne omgeving. Ook al ben je op vakantie, dan wil ik je sowieso vragen om dan niet de masterclasses te volgen op vakantie. Dat je ook echt die rust gaat krijgen. Uh, dat wil ik je dus wel vragen maar je kan ze terugkijken dus, uh, hè, want het is belangrijk dat we ook mogen rusten, rust is dus ook trainen dus, maar het is gewoon super fijn dat je dus ook later die masterclasses terug mag gaan kijken um, ik ga eventjes, uh, ik zie ze al uh, naar me toe komen rennen, de andere vragen ga ik krijgen top, ga ik eventjes dankjewel <laughs> Dank je. Leuk om jullie vragen te zien. <laughs> Oké. Okay. Erik. Oh, Erik vraagt. Hoe gaat het met je luisterboek? Nou, toffe vraag Erik. En toevallig heb ik er afgelopen week ook om gelachen. Um, <laughs> omdat ik het wel een heel bijzonder proces vond. Om het luisterboek in te spreken. Um, en het luisterboek gaat heel goed. Je kan hem ondertussen al kopen op een managementboek. Uh, ik ga daar binnenkort... Uh, volgende week gaat er ook een, uh, ga ik een download beschikbaar maken dat je de eerste 10 minuten kan luisteren van mijn luisterboek. Mocht je nieuwsgierig zijn of jij mijn Brabant accent wel leuk vindt om net te luisteren een heel boek lang, <laughs> daarom moest ik natuurlijk ook om dat boek ook te lachen. Uh, Han Leopold zegt 40 dagen, breng het om. Nou ja, uh, 40 dagen, waarom 40 dagen? 40 dagen heb je nodig om een nieuwe gewoonte te integreren dus daarom heb ik ervoor gekozen dat ik eh, tijdens hè, die peak performance bundel die masterclass verdeel over 40 dagen, zodat jij aan de slag kan gaan 40 dagen met die peak het ontwikkelen van jouw peak performance mindset. Um, hoe ga je met tegenslagen om? Energie Tank MTB. Ik Denk dat ik het goed uitspreek. Um, nou, hoe ik met tegenslagen omga, nou ja, dat heb ik net in de intro eigenlijk al een stukje verteld. Ik had een tegenslag. Vroeger ging ik altijd maar door hard werken, oplossen, vechten. Als ik nu een tegenslag ervaar, dan neem ik juist gas terug. Um, want ik stel me ook altijd de vraag: van, is het een tegenslag of komt het ook omdat ik laag in energie is, zit? Dat zie ik heel vaak en dat schakel ik in een boek, leg ik dat ook uit. Van hoe je bij jezelf kan checken van oké. Okay, uh, is het echt een tegenslag of hoe ga ik ermee om? Hè? Nu heb ik het over kleine dingen. Um, wat heel erg belangrijk is: van dat je niet door blijft jakkeren, maar dat je even gas terugneemt. Ja, en zulke heftige dingen als, als blessures. Ik heb heel lang lopen vechten. Tijdens mijn blessure heb ik gevochten tegen mezelf. En iets wat ik je mee wil geven: het gevecht tegen jezelf win je nooit. Dat is super belangrijk. Dus ga. Nou, dat wil ik je echt meenemen. Ga niet in gevecht met jezelf. Nadine vraagt: Welke dingen zie je het meest tegenop in het leven? Nou ja, ik zie eigenlijk nergens op tegen dingen in het leven. Nadine, ik, uh, mijn leven is gewoon super mooi. Ik heb mooie uitdagingen. En ik geloof erin: op het moment dat je datgene doet waar je energie van krijgt, uh, het zal misschien op het begin onwennig voelen, maar uiteindelijk. Uh, Volgens mij kunnen we dat allemaal. begint daar daarin met kleine stapjes hoe je nog meer datgene kan doen waar je energie van krijgt. Um, soms uh, zie ik natuurlijk, dan merk ik dat dingen me meer moeite kosten. Als ik dat merk, dan stel ik mezelf de vraag, hoe kan ik het leuker maken? Dus neem die ook voor jezelf mee, van hoe kan jij het, datgene leuker maken? Uh, René die vraagt, als amateur sporten trek ik hem. Plan richting mijn doelen. Hoe voorkom ik dat ik in de stress raak als ik me even niet aan mijn trainingsschema kan houden? Nou, dat is zeker het boeklezer, René, want daar gaat het over. Weet je, dat is een stukje ook het luisteren naar je gevoel. Als je niet, je kan een planning maken, maar als je je niet aan die planning kan houden, is dat vaak een teken of je hebt geen zin of je hebt het te druk. En op het moment dat je van jezelf dan moet, dan ga je vanuit je hoofd trainen, dan is die body-mind connectie niet zo goed. En. Ja, dat is super belangrijk. Dus die planning is een richtlijn. En zorg ervoor dus dat je dat ook echt als richtlijn gaat gezien. En dat op het moment dat je geen zin hebt en dat je, dus, of hè, dat je die trainingsschema aan het programma niet toekomt, dat je niet in de verkramping schiet. Bij mij, ja, ik deel ook met jullie in het boek hoe je beste doelen kan stellen: resultaat, procesdoelen. Um, en een van mijn procesdoelen is altijd uh, luister naar je lichaam. Uh, jezelf niet in stress schieten van het sporten. Het sporten moet ondersteunend zijn aan het dagelijks leven. Nou, ja, dat zal ik ook helemaal uitleggen. Uh, ja, met mijn boek, hoe je dat dus kan doen. Hoe je het sport kan, ja, aanvullend kan zijn. Waren er nog meer vragen? Ja, nog meer? Nou, is nu ook nog een training tussendoor. Thanks. Leuk jongens. Heb ja, ik ook nog training tussendoor? Uh, Inge vraagt. Dat is een hele mooie vraag. Die heb ik al heel vaak gekregen. Inge, uh, wat is jouw focus of nieuwe uitdaging nu? Mm. Dat vind ik echt een superleuke vraag. En leuk dat je hem stelt. Die heb ik heel veel gekregen. Van Sanne, what's next? En ik moet eigenlijk zeggen: dat stemmetje is bij mij ook in mijn hoofd gekomen. Van wat's next? Wat wordt mijn volgende doel? Um, maar dat is bij mij op dit moment Henk aan het woord. What's next? Mijn topsportmentaliteit die zou zeggen: What's next? Dat ik nu al het volgende doel in mijn hoofd moet hebben. En ik heb toevallig ook een tijd geleden gevoeld dat ik dat al wilde hebben: van dat volgende bestemming. Maar dat zul je ook zien en misschien ook al mijn verhaal net horen. Ik geloof er juist in dat je ook even tijd moet, ja, moet nemen om te landen. Om even tot rust te komen. Nou ja, en voor mij is de komende periode echt even tot rust komen. Hiervan genieten. Um, ja, hoe vet is het, weten? mijn boek staat nu op 1 uh, de, alles wat daar, die exposure eraan zit, dus dat is super belangrijk uh, dat ik nu dus die rust neem dus ik heb even die rust en ik ga dan onderzoeken wat dus even mijn koers gaat worden uh, zodat ik weer echt de juiste koers en niet vanuit dat moeten ga scoren aan de slag gaat dankjewel voor die vraag volgens mij waren dat uh, de vragen um, dat heb ik sowieso nog de winnaars die ik bekend wil maken. En ik wil jullie sowieso voor vanavond nog. Deel vanavond nog. Als je aan het luisteren bent. Eh, dat je dus deze boeklancering hebt gevolgd. Misschien van een mooi natuurplaatje. Waar jij bent geweest. Ik ben heel erg nieuwsgierig waar jij bent geweest. Deel die even. Tag mij. En ik deel morgen eh, wie de winnaar is. En die ontvangt een tof. Ja, ik heb een aantal boeken die geselecteerd die ik met jullie wil gaan delen. Over persoonlijke ontwikkeling of over je business. Um, maar vanavond ga ik nog voor afgelopen maand een Coaching on Bike sessie weggeven. En de Coaching on Bike sessie die heeft Bertine Lenting gewonnen. Dus Bertine, jij mag mij even mailen met jouw contactgegevens. En dan hebben we een Sparrings Coaching on Bike sessie op de fiets. Daarnaast uh, geef ik een inspiratiepakket weg met boeken. Nou, ja, weet je wel van, ik heb afgelopen periode heel veel met andere bestseller-auteurs samengewerkt. Um, ik geef een boek weg van Floris Woutersson. Uh, andere Ruimakers vind ik leuk. Floris Woutersson over superslapen. Siert Nutma over uh, werkdruk bestaat niet. Um, ik heb een boek over van Lieke Bezemer over werkgeluk. En um, ik heb daar een pakket voor gemaakt en daarvoor heb ik twee winnaars. Eén uh, daarvan is Tamara van Doren die de boeken Winnen. En een andere winnaar is Mirjam Dolving. Dus, alsjeblieft, <laughs> met jullie prijzen. En dan, um, zou ik zeggen, dan stuur me even de informatie en dan ontvangen jullie je prijzen zo snel mogelijk. En, en wat ik met jullie wilde delen, ik heb natuurlijk gezegd aan het begin van deze masterclass dat jullie de downloads vinden van, ja, van. Datgene waar we vandaag mee aan de slag zijn gegaan. Zodat jij met jouw peak performance mindset aan de slag kan gaan. Zodat jij met alles vanuit het boek aan de slag gaat. En ik zou zeggen: als je dus nu naar www.sannenverpaasen.nl/slash topsport gaat, kan je deze downloads vinden. En kan je die meenemen? Kan je mee aan de slag gaan? Dus dat is mijn cadeautje voor jou. Omdat je hier vanavond bij aanwezig bent geweest. En ik zou zeggen. Ga sowieso ook eventjes voor mijn boek. He. Bestel mijn boek vanavond. En laat eventjes, uh, ja, check eventjes als je naar sanneverpaasje.nl/slash yes gaat. Koop even die bundel, want dat is echt een no-brainer waar je alleen vandaag dus kans op maakt om met mij veertig dagen samen te werken. Lijkt me gewoon super tof om samen aan de slag te gaan. En dat zou ik ook zeggen wat het allerbelangrijkste is van vandaag, he, want ik heb natuurlijk wat te vieren. He. En ik vind het natuurlijk super tof dat jij hierbij aanwezig bent. En dat doen we natuurlijk met champagne. Dus ik wil jullie super bedanken. Antwoorden vind je in beweging. En de keus is aan jou. Oh, daar hou ik altijd zo van. Proost, jongens. De keus is aan jou. Schrijf één ding op waarmee jij dus na vandaag in beweging komt. En uh, mm. <laughs> Thanks. <laughs>